Als student die een bachelor heeft afgerond en toch heeft gekozen om verder te gaan studeren met een master, leek het mij erg leuk om naast constant college en leren voor tentamens ook wat meer praktijkervaring op te doen. En dit project wordt ondersteund door de Achterhoek, een regio waar ik zelf vandaan kom. En waar ik ook altijd aan gebonden zal blijven, ondanks dat ik studeer in Tilburg. En dit is een erg mooie kans om te kijken hoe dit gaat en waar ik als student een dag mee kan lopen met een directeur bij een innovatief bedrijf hier in de Achterhoek. Je merkt gewoon dat toch wel veel bedrijven specifieke functies hebben, maar toch moeilijk vindbaar zijn. En voor jongeren is het heel lastig om die functie ook te vinden via de social media en dergelijke. Dus met dit project proberen we inzichtelijk te krijgen welke functies, welke vacatures vrij zijn. En te laten zien dat het niet lastig is om bij een bedrijf binnen te stappen, zeg maar, om mogelijk te solliciteren. Waarom doen jullie mee aan dit project? Nou ja, wij vinden het natuurlijk belangrijk om de regio te promoten. We zijn zelf een Achterhoekse bedrijf. We zitten bijna 100 jaar in Zeddam en in Doetinchem. En wij vinden het belangrijk om dit te ondersteunen, dit initiatief. Ondanks dat wij als bedrijf eigenlijk helemaal geen moeite hebben om jonge mensen aan ons te binden. Het lukt dus heel goed om goede mensen te vinden. Zien we dat het voor de regio toch een probleem is om mensen hier te houden. Ja, dan willen we graag laten zien wat we te bieden hebben. Wat laten jullie Berend vandaag allemaal doen? Nou, we laten hem bij een aantal vergaderingen meepraten. Waar we beslissingen nemen over nieuwe ontwikkelingen. Over samenwerking met onze internationale partners. Ik heb hem gevraagd om hier in het distributiecentrum is rond te kijken, met mensen te praten en zijn mening te geven als CEO van welke verbeterprojecten we hier zouden moeten doen. En daarnaast wil ik hem natuurlijk heel graag het bedrijf laten zien en kennis laten maken met Passievorm. Wanneer is de dag voor jou geslaagd? De dag is geslaagd als ik eigenlijk hier wat kan over vertellen en wat van geleerd heb. En dat ik iets kan over vertellen van wat gebeurt hier en hoe zit het beroepsproces precies in elkaar en wat heeft deze industrie elkaar te bieden. Hebben jullie ook al gemerkt dat er echt dus studenten ook aan de bak zijn gekomen bij deze bedrijven? In 2015 is bij Dozon is een student is daar ook aan de, zeg maar, aan de slag gegaan. Vreest u al voor uw baan? Ja, nou en of. Ja, dat is een goede jongen. Ja. Voorlopig ben ik nog druk op school, maar wie weet.